je niks. En zo heb je er in een 4 tegelijk aan. Zo. Deze 1,11 meter is de mooiste. Gevangen op de 40 centimeter trout. Sea trout kleur. Super. Nou. Dat is wel pech. Dat is wel verdiend. Want we hebben echt zoveel dikke vissen vanochtend gemist. Precies. Dikke, dikke weg. Kijken of we het los kunnen krijgen. Helaas. Ja, welke Zweed zet er nou een boom onder water op 9 meter? Wat vind je er nou van, Frans? Zal ik dat op een beschaafde manier zeggen? Niet fijn. Ja, daar was hij. Tijdens het deel. Volgens mij is er een boom onder water. Ik kan het zien in een lange schaduw hier. Balen. Dit is wel de reden waarvoor je geen bogengrip gebruikt. De dek is helemaal gespleten. Is gelukkig nog wel redelijk hersteld, maar... Lekker met handje landen of een groot schep net, maar zo'n gripper is helemaal niks. Dat beest dat, is er niet beter van geworden. Laat maar snel teruggooien. Wat je ziet is dat we de laatste jaren steeds vaker zwaardere hengels zijn gaan gebruiken. En dat komt ook omdat we steeds grote kunstaas zijn gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een 40 centimeter linefruit trout. Niet omdat het een heel zwaar stuk kunstaas is om mee te gooien, maar voornamelijk omdat het een groot stuk rubber is. En bij een groot stuk rubber wil je net een beetje extra power hebben om die haak goed te zetten. En helemaal met het gebruik van grote sideplaners. En er zit ook demping in die planenlijn. Heb je gewoon soms wat slek in je lijn, moet je snel reageren. En op het moment dat je dan contact hebt, dan wil je gewoon goed die haak kunnen zetten. Bij een zware hengel komt automatisch ook een zwaardere rail kijken met bijbehorende gevlochten lijn. En een combinatie die ik heel veel gebruikte het afgelopen Zweden trip. De hengel van Savage Gear, de Custom Predator serie. Dat doe ik in combinatie met een nieuwe Komodo SS. Vrij grote en grove rail. Goede ratelfunctie zit erop. Het is een tweedelige hengel, dat is 258 centimeter lang en een werpgewicht van tot en met 240 gram. Als je kan zien, heeft deze behoorlijk wat body. Gewoon wat topactie, maar de ruggengraat is gewoon fantastisch en dat is helemaal voor het grote rubber is dat gewoon super. Deze hengels hebben we ook in Zweden gebruikt om mee te gooien. Grote stukken rubber, sheds van 20, 25, 32 centimeter zelfs, kun je prima met deze hengel wegzetten. We hebben alleen niet deze rail gebruikt. In Zweden om mee te gooien, of in Nederland om groot rubber mee te gooien, gebruik ik liever een maatje kleiner. En dat is de bekende Okuma Citrix 364 editie. Dat is de grootste maat van de Citrix. Maar deze ligt wat prettiger in de hand dan de allergrootste Komodo. Komodo is net nog een slag groter. Daar kan je mee werpen, maar ik heb redelijk grote handen. Maar bij mij wordt het op een gegeven moment ook vervelend. Dus vandaar dat we de Citrix gebruiken. Om voornamelijk mee te werpen. Qua lijn hebben we 65 pond gevlochten lijn. En qua onderlijn verschilt het nog wel eens. Ik heb nog wel eens fluocarbon gebruikt. Dit is een dikke variant. Deze is bijna 1,2 mm dik. Ik geloof 140 pond trekkracht uit mijn hoofd. En ik gebruik fluocarbon eigenlijk alleen op het moment dat ik zeker weet dat kunstaas niet geïnhaleerd wordt. En ik gebruik het ook vaak als eerste stuk leader voordat ik een van de linefruit modellen monteer. Waarom doe ik dat? Dus omdat ik vaak met een waterwolfcamera film. En op het moment dat je goede beelden wil hebben, op helder water vooral, wil je eigenlijk dat het kunstaas een behoorlijk eind achter de waterwolfcamera zwemt. Omdat je dan daardoor meer perspectief hebt. Omdat je de vis volledig ziet, omdat je de omgeving meer ziet, kan je die vis ook beter in perspectief plaatsen in relatie tot het kunstaas. Laten we ze niet heel actief zijn. Klaar voor? Verdomme, die boot heb ik nog nooit zo opgeruimd uitgezien. Heb je als je een autist aan boord hebt? Heerlijk.
Kijk. Fantastische week geweest met 16 vissen over de meter, 6 over de 1,10 en geloof ik ook 6 over de 10 kilo. Echt fantastisch. Niet zo denderend als vorig jaar, maar goed, het is natuurlijk heel moeilijk te overtreffen. Vorig jaar hadden we gewoon 4 vissen over de 1,20. Ja, dat is ook wel redelijk bizar. De weersvoorspelling was ook, klopt eigenlijk voor geen kant. Er werd in eerste instantie best wel wat regen voorspeld, maar daar is uiteindelijk helemaal niks van terecht gekomen. Daar waren we uiteindelijk heel blij mee. Geen druppel regen gehad, ja, op de heenweg en op de terugweg toen we veilig in de auto zaten. Ja, op het water eigenlijk alleen maar zon gehad. Het enige wat wel heel erg meespeelde was de wind. Die was gewoon steeds sterker dan ze daadwerkelijk voorspeld hadden. En de windrichting veranderde ook steeds. En dat is vaak niet heel goed voor de visserij. Het liefst dat die wind vanuit één richting komt. Of in ieder geval een vergelijkbare richting. Maar hij kwam nu echt per dag soms vanuit het noorden, dan weer uit het zuiden, dan weer uit het oosten en vervolgens toch weer vanuit het westen. Nou, wat nu rest is schoonmaken, wasstraat heen, spullen moeten onderhouden worden. En waar ik druk bezig mee ben is om te kijken hoe ik het voor volgend jaar allemaal ga plannen. Jesper en ik zullen meedoen aan de Predator Tour in Zweden, maar ook in Nederland. En ja, eigenlijk ben ik nu al bezig om te kijken hoe ik het gidswerk voor volgend jaar ga plannen bij Sportfishing Dalsland. Gecombineerd met de Predator Tour. Mocht je nog interesse hebben om mee te gaan met mij als gids of een van de andere gidsen van Wide Label Fishing, laat het even weten. Stuur ons een berichtje en dan maken wij dat uiteraard geheel verzorgd in orde. Ja, en tot slot wil ik ook iedereen even bedanken, zowel namens Frans als mij. Ik moet zeggen dat we gewoon heel erg enthousiast worden van alle leuke en positieve reacties. Dus dank daarvoor. En het was in ieder geval heel leuk om deze video's te maken en onze ervaringen met jullie te delen. Niet altijd even serieus, maar ik denk dat dat ook wel gewaardeerd werd. Dus.